Hallo mensen en welkom terug bij Sims 4. Ik ben Christophe en zoals je kan zien zitten we weer in de familie Driessen. Met wie ik speel is Lars Driessen en we gaan weer verder spelen in normaal tempo. Bon, wat heb ik nu gedaan? Lars is nu een ontbijtje aan het koken eigenlijk. Zoals je kunt gezien hebben in de vorige aflevering, namelijk een roerei. Het roerei is voor mijn vriendin Davy, die nu aan het werken is. En dit gaan we... Ja, wacht, moet je even zo doen. Dit gaan we veranderen naar keihard werken, zo verdienen we meer geld. En Lars gaat nu een ontbijtje nemen. En ik ga... Ja, Lars eet nu een ontbijtje. Zodat dit hier weer bijgevuld wordt. Honger, ja. Oké, voorbijgevuld. Hij eet een beetje traag, maar ja. Niet iedereen eet even snel als ik. Ondertussen zet hij de radio aan. Dat is eigenlijk wel het leuke van de selfie. Ver. De Sims 3 komt dan niet. De radio aanzetten en eet, dat kom je in de Sims 3. In de Sims 4 gaat dat wel. En in het echt doe je dat ook. In het echt zet je ook de radio aan, luister je naar muziek en eet je ondertussen. En ik wil excuus aanbieden voor dat miauw, miauw op de achtergrond. Maar dat is namelijk mijn kat. Mijn kat zit binnen. En die loopt hier nu rond. Waarschijnlijk heeft hij eten nodig, maar ik zal dat even na deze review. Bom, we gaan dit bord niet opruimen, want ik heb een kuisvrouw ingehuurd en zij moet ook wat werken natuurlijk. Maar, fijn. Hij luistert precies niet goed naar mij. Bom, hij ruimt toch op. En dan gaan we een keer kijken naar dit. Want wij moeten 4 uur lang gamen om promotie te krijgen. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan een spelletje spelen. Ja, ik speel al een spelletje natuurlijk. Ik speel Sims 4, maar ik bedoel... We gaan Sims voor altijd spelen in de Sims 4. Sims voor altijd in de Sims 4. Goed gevonden. Ja, zeg ik het zelf. Binnen een half uurtje moeten wij gaan werken. Dan ga ik dat tempo even vooruit spoelen. Ik ga ondertussen even kijken wat ik hier op het scherm wordt geprojecteerd. En ik weet niet of dit dat is, maar dit lijkt heel sterk op de Sims 1. Ik heb nog nooit de Sims 1 gespeeld, dus ik weet niet of... Analyse voor Demi om een aantal routes voor de baan van de satelliet te berekenen. Wat een oerzaaie klus is Demi heeft het al zo druk. Ze kan proberen een formule te vinden om het probleem te vergelijken wat sneller op te lossen. Of de berekening stuk voor stuk uitvoeren. Stuk voor stuk berekenen. Ja, dat is dat duurt langer. Dat is ook specifieker. En nou ja, dan zijn wij helemaal goede vriendjes met de baas, hè. Bon, maar ik heb het over dat computerscherm nu. Ik weet niet of het wel juist is, maar dit lijkt heel goed op The Sims 1. Ik heb het nooit gespeeld, dus ik kan het niet over meespreken of het wel zo is. Maar het lijkt er heel goed op. En we hebben hier een balkje boven gekregen van Davy. En ik zie dat het 10 uur is. Ik zie dat het 10 uur is. En jij moet dringend... Oké, ik dacht even van jij moet dringend gaan werken. Het is 10 uur, maar vandaag werk je niet. Oké, nu heb ik dat balkje weggedaan dat erop stond. Oké, dat weten wij ook niet meer. En daar is onze poetsvrouw al. Onze poetsvrouw, wat is onze poetsvrouw aan het doen? Onze poetsvrouw is dus die komt met de slag in de vuilbak aan het doen. Ja, oké, dat is leuk dat hij dat aan het doen is. Ondertussen is hij aan het, poetsen, hè. En ze gaat er al vandoor. Ze gaat er al vandoor. Ik kijk ondertussen aan de post die we niet hebben. Fijn. Wow, we hebben een probleem. En dat is, het probleem is dat er hier een balkje van Free PC Products voor Windows 8 op staat. Spam dus eigenlijk. Maar dat balkje staat hier... Spam. Dat staat op
het bankje waar ik op sta, wat je allemaal moet doen. En dat is het probleem, want ja, als ik dat balkje met die free, met die spare ga wegklikken, dan, ja, dan moet ik mijn opname weer opnieuw beginnen, omdat ik dan uit mijn spel eventjes ga. Dus, we zullen het met een handicap moeten doen. Enfin, dat gaat ook zo, alleen een beetje moeilijker. Enfin, oké, okay, is dat altijd sinds we altijd gaan spelen, we gaan iets anders spelen, we gaan Bubblock spelen. Wij moesten voor 4 uur gamen. Wij zijn om 9 uur begonnen. Dus dat wil zeggen 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 13 uur moeten wij gamen. Anders kun je dat zien, hè. Nu zie ik, anders kun je dat zien hoe lang dat je al gegamed hebt. Maar omdat er zo'n venster op dat ding staat, kan ik het niet zien. Ik zie enkel 4 uur lang en de rest zie ik niet meer. Dus, ik zie het niet. Ik weet wat ik bedoel, ja, ik zie het. Wow. Maar ik heb het eigenlijk toch. We gaan een keer kijken naar ons huis eigenlijk. Zoals je kunt zien, leven we eigenlijk in een woestijn. Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk, hoe leven wij hier in een woestijn? Dat is hier echt allemaal zand. En dan is het meteen al het verkeerde beeld eigenlijk. Een huis op zand. Ik weet niet of jullie je eerste communie of je plechtige communie gedaan hebben. Maar ik heb dat gedaan. De eerste communie. En dat was een verhaal van dat een huis op zand niet stevig genoeg is. Maar hier staat een huis op zand. En hier staat ook een huis op zand. En hier ook een huis op zand. Dus. Maar dat is eigenlijk ook niet zo erg realistisch. Bon, maar we spelen nu. Nou, dat is sinds voor altijd. We gaan dat eventjes weg doen. Want ik wil B-Block spelen. Ik wil eens zien hoe dit is, B-Block. Ik wil even kijken hoe B-Block is. Dit is dus B-Block. Ik wil even kijken wat doet dat eigenlijk. Ik doe blijkbaar niets. De computer doet het eigenlijk. Is dat zoiets waar je vier kleurtjes achter elkaar moet halen om. Goed te kunnen spelen. Ja, ik heb het ook. Oké, eindelijk. Ik heb het ook. 4 blokjes achter elkaar om goed te kunnen spelen. Dat is het. Goed zo. Hè? Amai. Bon. Tot 13 uur gaan we gamen. Dan gaan we iets anders doen. Ik weet niet wat. Misschien een keer naar de stad gaan. Want ik heb hier al gezien dat er een hele leuke fitnessruimte is. Ja, als we tijd hebben, zouden we daar misschien naartoe gaan naar die leuke fitnessruimte. Is dat leuk, hè? Oké. Nog 8 minuten gamen. 8 minuten gamen, dan spreek ik over Sims 4 Kings. Niet over Real Times. Want Real Times 8 minuten. Oké. Het is 13 uur, we gaan stoppen met B-Block spelen en we gaan eens naar de reizen. Want zoals ik al zei, is er hier een leuke fitnessruimte en ik wil die eens bezoeken met jullie. Dus gaan we daar nu naartoe gaan. Oké, nu zit echt zo aan zijn gsm te kijken van... Ja, oké, het is daar. Het is daar, mijn reisscherm. En dat is waar... Ja, dat is hier. En in de andere stad is er ook eentje en dat is ook een leuke. En ik ben naar die andere stad geweest, naar die fitnessruimte. Maar die zal ook leuk zijn, hè. Fijn. Dat denk ik toch. In ieder geval duurt het wel een beetje. Een beetje lang. Ik vind eigenlijk Sims 3 beter op dat vlak. Want dan rijd je er eigenlijk naartoe en dan wordt dat wachten eigenlijk wel minder. Omdat je ziet van, hij rijdt er naartoe. Terwijl bij de Sims 4 is zoals bij de Sims 2. Alles, ja, alle kevels, die staan apart. En dat is dan wel een beetje wachten soms. En dan wachten ik niet pas een beetje lang nu. Wat dat een beetje lang duurt. Maar we gaan, als we in de fitnessruimte zijn, gaan we dit spelletje afsluiten. Bon, we zijn in de fitnessruimte. Zoals ik al zei, gaan we nu dat spelletje afsluiten. Ik zal het je laten zien hoe het eruit ziet. Hoe ziet het eruit? We gaan in de volgende aflevering een keer goed fitnessen. Hopelijk heb je van deze aflevering genoten. Doe dat blauwe duimpje zeker omhoog. En ik zie jullie volgende week zaterdag terug met een nieuwe Sims 4 aflevering. Daag!